Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Nu dat het buiten weer wat kouder wordt en wat sneller donker, kun je ervoor kiezen om je paard een deken op te doen om hem bijvoorbeeld te beschermen tegen de regen of de kou. Maar een deken omdoen kan nogal lastig zijn, want je hebt natuurlijk zoveel soorten en maten en diktes. Wat moet je nu omdoen? En daar is echt iets heel handigs op uitgevonden, wat ik vandaag aan jullie ga laten zien. Namelijk de Orscana sensor. Deze sensor kun je koppelen met een app op je telefoon, waarmee je dus kan bijhouden wat de temperatuur van je paard is, hoe warm het buiten is, wat de vochtigheid is. Maar je kunt bijvoorbeeld ook zijn activiteit zien. Is hij onrustig? Ligt hij veel? Loopt hij veel? De sensor is dus voor in de deken en is binnen en buiten gebruiken. En dit is de sensor. Hij is heel licht, klein. Dus ja, je paard moet er natuurlijk geen hinder van vinden, ondervinden. Dus ga er geen poespas, gewoon dit kleine dingetje. Dan zitten er 3 zakjes in de verpakking. Deze. En een soort clip. Om de sensor te kunnen gebruiken moet je de app downloaden. Die vind je onder Orscana in de App Store of Google Play. Je kunt de sensor op 2 manieren vastmaken. Ten eerste heb je deze zakjes. Als je het als een soort envelopje, kan je de sensor erin doen. En dan kun je dit zakje vastnaaien aan je deken. Maar je hebt ook deze clip. Die lijkt zeg maar een beetje op zo'n beveiligingsding. Wat je ook wel eens in de winkel ziet op kleding. En door middel van deze naald kan je deze dus door je deken heen steken. En vastmaken in dit veiligheidssysteem. Ja, het zakje erin naaien is natuurlijk een iets stevigere oplossing. Maar ja, als je bijvoorbeeld heel veel van dekens wil gaan wisselen. Op verschillende paarden wil uitproberen. Of bijvoorbeeld alleen de sensor voor het transport wil gebruiken, is het ook handig om deze oplossing te gebruiken. Het is veilig, snel en je kan het makkelijk wisselen. Zo, ik heb de app net gedownload. Die staat hier op mijn telefoon. Als je opent, kom je in dit scherm. En dan kan je dus hier een paard toevoegen, het profiel van je paard. Dus dan druk ik op plus. En dan gaat hij de omgeving zoeken. Nou, op dit moment wil hij dus jouw app via Bluetooth, dus die moet je even inschakelen, wil die koppelen met de sensor. Nou, zoals ik al zei, hier zit het knopje. Is een beetje lastig gezien, maar die zit hier. Als je die 1 keer indrukt, brandt die groen. Maar als je deze een tijdje vasthoudt, brandt die groen met rood. Dat betekent dat hij verbinding kan maken. Kijk, de sensor staat nu aan. Dat hierboven staat scan, daar kun je mee gaan zoeken. Dus die druk ik aan. Hou ik deze minimaal 5 seconden ingedrukt, het knopje op de sensor. Kijk, en dan brandt die rood met groen en dan zou die hem nu moeten vinden. Kijk, plus. Add. Zoeken. Tada! Zo, nu kunnen we het profiel van mijn paard gaan invullen. Nou, zullen we dat even doen? Eerst even natuurlijk zijn naam invullen. Apollo. Kiezen Hengst, Merrie of Ruin. Apollo is een ruin. Leeftijd 13. Een paard of pony? Nee, paard. Ras. Oh, hier kun je heel veel kiezen. Apollo is een Fries. Ik hoef niet heel ver te scrollen. Kijk, Fries. Volgens mij zit bijna alles er wel in. Het idee van dit profiel aanmaken is een soort van standaard gezondheidsprofiel van jouw paard. Dus dan kan je gebaseerd daarop, kan de sensor dus slimme metingen geven en kijken hoe het met de gezondheid van jouw paard gesteld is op dat moment. Fysieke conditie, wat hebben we hier? Wedstrijd, paardrijden, wedstrijd voor professionals, vrije tijd. Ja, paardrijden voor... Volgens mij staat de professionals achter, maar ja, het komt het meest in de buurt, denk ik. Vacht, geknipt, zomer of winter. Hij zit op dit moment nog een beetje in de overgang van zomer naar winter. Dus het is nog vrij dun, dus ik laat het even op zomer staan. Ja, dan komt die standaard. Hier staat instellen of van de comfortzone, zijn minimale en zijn maximale temperatuur. Ja, eerlijk gezegd weet ik dat niet zo goed. Maar kijk, als je bijvoorbeeld van geknipt of winter... Of zomer, dan verschuift hij een beetje. Dus ik ga er maar vanuit dat dit een soort van standaard is.
Nou, dan hebben we het ingevuld. We kunnen nog een fotootje toevoegen ook. Zo, en dan is het profiel klaar. Save. En dan staat erin. Krijg ik alleen nog maar de sensor aan mijn deken te bevestigen. En mijn paard op pad te sturen naar buiten. En kijken hoe de sensor werkt. Zo, ik ben op stal en ik ga nu de sensor aan mijn deken vastmaken. Dus ik heb de sensor nodig. Het zakje. En ik gebruik vandaag even de clip, omdat ik geen naald en draad bij me heb. En ik het misschien toch nog op een andere deken wil doen. Ik twijfel een beetje, dus voor vandaag even met de clip. De gebruiksaanwijzing moet de sensor komen in de holte bij de heup en de hip. De app heeft nu zijn deken om. Dus ik ga even de locatie bepalen door even een wasknijper op te zetten. Hey. In de gebruiksaanwijzing zeggen ze ook al met een stukje krijt. Ja, ik heb dat nu niet bij me. Lijkt me zelf niet heel handig. Dus ik ga even met de knijper die locatie aanduiden. Doe ik de deken af en dan bevestig ik de sensor. Ik heb de plaats van de sensor aangeduid met de wasknijper. Dan ga ik hem nu bevestigen met de clip zoals ik al zei. Als ik het doe, dan kan ik wat beter bij. De sensor moet hier komen. Kijk, dus heb ik een envelopje nodig. Die leg ik hier neer. De sensor die moet natuurlijk aan. Dus kijk, het groene lampje brandt. Dat betekent dat hij aan is. En doe ik deze nu in het envelopje. Zo, goed dichtmaken. En dan met de opening naar voren leg ik hem op de plek waar hij moet. En prik ik de naald door het envelopje naar de buitenkant van mijn deken. Zo, en clip. Nu zit hij vast. Zo ziet het er dan aan de binnenkant uit. Het is een heel zacht envelopje en de sensor is rond en heel lichtgewicht. Dus paard moet er geen last van hebben. Goed om te weten is dat de sensor bestand is tegen het lichaamsgewicht van het paard. Dus mocht je paard een schop krijgen, mocht de deken afvallen, in principe gaat het niet zomaar uitproberen natuurlijk, maar hij moet erop kunnen staan. De sensor is bestand tegen natte stof en is spatwaterdicht, maar is niet 100% waterdicht. Dus ik zou hem niet open en bloot in de regen of in het water leggen. Dat moet je gewoon niet doen, maar hij moet het zo wel gewoon volhouden. De sensor staat aan, mijn app is gekoppeld. Even checken. Ja, hij doet het, want hij zegt hier laatste synchronisatie 9:05 en dat is het nu, dus hij doet het. Temperatuur zie ik. Dan kan ik mijn deken om gaan doen. Zo, ik heb zijn deken om. Kijk, je ziet de sensor hier zitten. Zo zit hij dus. Nou, je ziet wel gelijk het nadeel van deze clip gebruiken. Het zit ook, hier staat het makkelijk vast. Maar het ligt wel echt op je deken. Dus ja, een paard kan zijn tanden erin zetten. En daardoor losgaan. Dus ja, dit is wel echt voor tijdelijk gebruik. Als je hem echt voor buiten of in de paddock wil gebruiken, zou ik toch wel aanraden om even vast te naaien. Maar voor nu, voor deze testdag is het goed. Doe het zo. En dan kan hij naar buiten. App staat net buiten, dus er is nog geen track van de activiteit. Nee, klopt, er staat net 2 minuten buiten. Ik kan wel zien zijn comfort, de vochtigheid, temperatuur. Nou, de warmte, koud, daar zit precies tussenin. Ja. Vanmiddag weer even terug en kijken hoe de rest van de dag eruit ziet. Zo, het is inmiddels eind van de dag. Tijd om mijn paard weer binnen te halen. En om dus te kijken wat voor data er in mijn appje staat met de sensor. Data halen. Het er gelukkig nog steeds op. Kijk, daar is mijn data. Kijk,
zoals je kan zien is hij dus de afgelopen 6 uur, want hij heeft zo'n 6 uur buiten gestaan, is hij voor 73% actief geweest. Dat betekent dus dat hij lekker veel heeft gelopen. 8% rustig, 18% onrustig, nee, 1% liggen. Nou, dat zag ik al een beetje aan zijn deken. Volgens mij heeft hij even gerold. Dus maar goed om te zien dat hij wel lekker actief is geweest. Nou, dan gaan we hier naar comfort. Hij zit iets van het midden richting te warm, maar op zich valt het wel mee. Details gedrukt van de afgelopen 6 uur. Het grijze, het grafietje, dat is van mijn paard. Nu zie je dat het dus 8 uur heb ik hem aangezet, dat klopt. En toch over het algemeen vandaag heeft hij het wel iets te warm gehad. Ab heeft eigenlijk nu een ongevoerde regendeken om. Dat betekent dus toch wel dat het nog net even te warm voor hem is. Nu eind van de dag koelt het natuurlijk alweer flink af. En dan was die deken eigenlijk wel lekker voor hem. Maar over het algemeen zo overdag, midden op de dag buiten, heeft hij hem eigenlijk nog niet nodig. Dus dat is wel goed om te weten. En dat kan je dus allemaal aflezen. Nou, temperatuur van morgen wordt weer een beetje hetzelfde als vandaag, zie ik hier. Dus ja, ik heb nu geleerd dat de deken eigenlijk nog niet nodig is. Dus met de sensor kunnen zien wat mijn paard een beetje de dag heeft uitgespookt. Ik heb gezien dat hij dus voor zo'n 73% wel actief is geweest. Dus dat betekent dat hij best wel veel heeft gelopen. En dat hij ook heeft gerold, heb ik gezien. Hij heeft gelegen. En dat hij toch wel wat warm heeft gehad vandaag. Dus ik kan nu zien dat het eigenlijk nog niet echt nodig is om hem een deken op te doen. Ja, dat is eigenlijk wel heel interessante informatie waar je normaal natuurlijk niet echt achter komt. Omdat je, ja, je kan niet aan je paard vragen van heb je het warm gehad vandaag of heb je je deken nodig. Dus zo krijg je toch weer wat meer inzicht in het leven van ons paard. De sensor is vooral heel nuttig als je wat inzicht wil krijgen in het gedrag van je paard. En als je een beetje last hebt van dekenstress kan dit jou heel goed helpen. Want je kan goed zien of je deken goed is voor je paard. Of die niet te warm of te koud is. En waar hij op het moment behoefte aan heeft. Vond je het nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren als je meer van dit soort leuke video's wil zien. En heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.